U luistert naar Business Club Radio en ik zit hier met gast Bastiaan Roest. Hij is business developer van um, Senator, degene die de frietautomaat in de markt aan het zetten is. En daar komt toch het een en ander bij kijken. Maar um, de introductie was heel succesvol, overal op het nieuws. Ik ja. was zelf ook bij uh, Food Valley Expo in, op de Wageningse Universiteit. En ik heb daar een frietje van gehad. Mm -hmm. Eén frietje, niet een bakje, maar... En ik was inderdaad onder de indruk. Um, wat doe je dan uh, aan je marketing en sales? Nou, eigenlijk uh, zijn we ermee uh, mee gestopt. Um, door die. Door de promotie uh, ja, is het wereldwijd aangeslagen. Dus we zijn van Discovery in, in, in Canada geweest. tot uh, Colombia, tot Brazilië, Frankrijk, Duitsland. Zo, zo. Dus ja, wat dat betreft hebben we niks te klaar gehad. En <laughs> hebben we ook enorm veel aanvragen uh, gekregen. Dus er zijn delegaties van hele grote uh, bedrijven. naar Wageningen gekomen om zelf een frietje uh, te proberen. En, uh, en in sommige hebben we daar uh, overeenkomsten mee gesloten. Mm -hmm. En dat is eigenlijk al een backorder die zo groot is. Dat we ja, eigenlijk... Uh, een probleem ons, hebben. Ja, ons eigenlijk alleen maar focussen op de, de productie en de maakbaarheid van de, van de machine. En daarvoor is het uh, fijn dat we daar nu mee kunnen beginnen. Ja. En um, uh, het is dus eigenlijk gewoon orders schrijven en mond-op-mond -mond reclame. Het is eigenlijk uh, orders schrijven. Maar hè, de, de orders van een hotelketen, hè, dat zijn 700 machines. Ja. Ja, dat zijn zulke grote, grote orders. Voor ja. je dat gemaakt hebt, ja, dan ben je een hele lange tijd verder. Dat is duidelijk. Ja. Tjonge. En dan, dus, uh, ja, dus nou, dan moet dat wel. Als de mensen hem echt zien uh, bij de stations of op de luchthavens. Ja, dan gaat die vlucht, de nemen wij aan, alleen maar uh, groter worden. Gaat ook banen kosten, natuurlijk, hè, in de frituurzaken? Nee, nee, daar geloof ik helemaal niks van. Oké. Okay. Van uh, friet is toch uh, een van het meest gegeten voedsel ter wereld. Ja, maar uh, als ik nou kijk naar Utrecht Centraal bijvoorbeeld, daar zitten een paar van die frietandjes. Ja. En als daar dan van een batterij van die machines komt te staan, dan verandert dat toch? Dan zou, dat, dan zou dat wellicht uh, veranderen. Maar het is eigenlijk met name om... Uh, die frietmachine is geen vervanging van een bestaande frituur. Mm -hmm. Het is een toevoeging op. Ja. Hè? Dan kom je om acht uur s'avonds uh, het station oplopen. Dan is alles dicht. Dan klopt. is er geen frituur meer open. Ja, dat is waar. Helemaal een eens. Ja, dat klopt. En je kunt er geen frikandel uithalen. Nee, inderdaad. Ja. En... Um, uh, het is toch wel raar dat je dan zegt van op dit moment uh, alleen maar orders opschrijven. Uh, hoe, dan, dan zit je dus met een enorme backlog als je in september gaat produceren en gaat opleveren. Ja, correct. En wat, wat vinden die toekomstige klanten daar dan van? Nou, die vinden dat heel moeilijk. <laughs> ja. En uh, die zijn ook uh, ontzettend op zoek naar alternatieven van waarom maakt nou niemand anders dat? ja, dat is wat ja dan omdat bedreiging. wij natuurlijk een behoorlijke lange aanlooptijd uh, Norden, voor ja. hebben genomen. Ja. Uh, maar het is een hele complexe machine en wat ik net al aangaf van Wageningen heeft een aantal zaken uh, uh, zo voor ons aangepast waardoor het echt een unieke machine uh, geworden is. we gaan luisteren naar Avicii met Levels.